In de Van Nelle fabriek in Rotterdam kwamen meer dan 500 ondernemers, onderzoekers en andere belangstellenden bijeen voor de landelijke aftrap van Smart Industry. Smart Industry is de vierde industriële revolutie waarin productie en ICT met elkaar vervlochten raken. Welke kansen dit ons land oplevert en hoe die route eruit ziet, is uitgewerkt in het actieplan Smart Industry, dat onlangs gepresenteerd werd. Ja, Smart Industry, daar ligt voor ons een enorme kans om onze economie te laten groeien, om banen te creëren. Want het betekent dat als wij erin slagen in Nederland om in die kopgroep te horen, om Smart Industry tot een succes te maken, dat wil zeggen dat we ICT verder in de bedrijven brengen en daarmee ook groei kunnen realiseren door maatwerk te leveren, door foutloos te produceren en sneller. Daarmee kunnen wij dus onze economie een impuls geven en daarom is Smart Industry zo ontzettend belangrijk. Hoe bedrijven en organisaties kunnen participeren in Smart Industry werd de bezoekers duidelijk met workshops en diverse lezingen. Een van de sprekers en tevens gastheer was Ahmed Aboutaleb. En het was duidelijk dat hij zijn enthousiasme voor Smart Industry niet onder stoelen of banken stak. Smart Industry is ongelooflijk belangrijk omdat het staat voor innovatie. Het versnellen van innovatie. En als je daar snel bij bent met alle bedrijven, kennisinstituten, onderzoeksinstituten, bedrijven, de overheden, Rijks, lokale overheid, dan kun je een gigantische plus op je economische groei krijgen. En dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de welvaart. Daar is wel voor nodig dat we voortdurend innoveren. Ik ben van progressie. Rotterdam is vooruitgegaan. Rotterdam is sterk geworden door strijd. En ik heb vandaag ook gezegd, Rotterdam is niet alleen een stad, maar het is ook een werkwoord. De actieagenda Smart Industry wordt niet alleen door het bedrijfsleven omarmd. Ook de politiek heeft zijn zinnen gezet op deze vierde industriële revolutie. Minister Kamp van Economische Zaken maakt duidelijk wat er moet gebeuren om Smart Industry tot een succes te maken. Wij zullen voor de komende zomer in Nederland 10 field labs uit de grond gestampt zien. Die field labs zijn een soort industriële proeftuinen waar bedrijven concepten zullen gaan ontwikkelen voor Smart Industry. Smart Industry is de toekomst. Een aantal bedrijven loopt daarbij voorop. Daar hebben ze faciliteiten voor nodig. Die kunnen ze vinden in die field labs. En op die manier kunnen we de gang van zaken, de overgang naar Smart Industry, in een stroomversnelling brengen. Field labs moeten een doorbraak realiseren op vraagstukken die voor de Nederlandse industrie urgent zijn. En de verwachting is dat de eerste field lab over enkele maanden haar deuren opent.